De waarnemend directeur van het ministerie van Justitie en Politie, Humphrey Chendipshi, is op 28 april feestelijk afgezwaaid. Hij was verrast door de aanwezigheid van de directeuren, onderdirecteuren en diensthoofden van de verschillende afdelingen van JustPol. In alle speeches kwam naar voren dat Chendipshi een strakke discipline had, waardoor hij zijn werk altijd naar behoren heeft gedaan. Ook de minister van JustPol, Eugène van der San, benadrukte dat de ex-waarnemend JustPol-directeur een bijzondere drive en strakke discipline had. Verder vertelde de bewindsman over zijn eerste contact met Chendipshi als politieman. De afzwaaiende waarnemend directeur is blij dat hij gewaardeerd wordt om zijn discipline. Chendipshi werd op 26 oktober 2016 als waarnemend directeur aangesteld op het ministerie van Justitie en Politie. Hij gaf aan bereid te zijn het ministerie te willen adviseren als er een beroep op hem wordt gedaan.